De laatste week was wel heel mooi. Op woensdag zei ze bij het verpleeghuis: God, meneer Kersenboom, een van de bewoners is een oud marinier. Mm-hmm. En die wil naar het Mariniersmuseum. Dat hebben we geregeld. Maar er is nog een plekje vrij. Wil u mee? Ja, dat wilde u wel. En wat hij het allermooist was, en dat zei hij ook achteraf, ben ik toch nog in Rotterdam geweest. Want hij zat in Schiedam met het verpleeghuis. Ben ik toch nog in Rotterdam geweest. De hele weg heen en terug vol zitten kijken naar Rotterdam. Zijn Rotterdam. Wauw. En op zaterdag hadden we mijn moeders verjaardag met de kleinkinderen. Mijn zus en de man, ik en mijn man. Heeft hij ook, dus eten werd koud, want hij zat vol te vertellen. Veel kregen we niet helemaal goed mee. Maar hij had het gevoel dat hij helemaal verhalen zat te vertellen. Het was om 12 uur 's middags. Paf, wat wil je drinken? Koffie? Of een pilsje? Pilsje. Heeft hij zo van genoten. Maar die twee gebeurtenissen hebben hem ook zo uitgeput. Dat het op maandag gewoon fout ging. En op dinsdag is hij overleden. Ja, de grote verteller is uitverteld. Ja.